Ja. Maar ik had wel het idee, zo dom ben ik niet. Ik had niet per se goede cijfers. Ik was gewoon blij met 6 en 7. Ja, ja. Maar geen 2 en 3, dat was het. Nou, ik kreeg voor economie een tijd een 2,7, herinner ik. Had ik voor 1 toets gehaald voor economie, waar ik voor had geleerd. Ja. Dus ik vertelde het aan mijn moeder. Dat was ook weer spannend, weet je wel. Want aan je ouders je cijfer vertellen. Maar mijn moeder zei altijd, goed of slecht, vertel gewoon je cijfer. Weet je wel. Ja. En mijn zus begon dat te doen. Ik ook, vind ik wel mooi. Maar op een gegeven moment dacht ik, ben ik nou dom? Weet je wel, ik had een beetje een gesprek met mijn moeder. Ja. Van, ben ik dom? Ik leer voor economie, ik haal 2,6. En ergens had mijn moeder besloten, ik ga voor jou een leraar, thuisleraar inhuren. Oké. Okay. En die heeft mij op een, want ik denk na op een hele aparte manier soms, waardoor ook trouwens ook video's op een hele rare manier, vooral begin op TikTok 2021, voor mensen oogdeel, weet je. Maar ik denk, dacht dus op een bepaalde manier, ook begrijp, lezen ging niet goed. Maar die leraar economie die thuis les kon geven, die heeft me net iets anders laten denken, waardoor ik wel mijn toetsen begon te halen, 6 of 7 haalde. Weet je, okay. Dus daar was ik wel blij mee.